Yo, waarom ga je mijn hand zitten? What the fuck? Ah, moet je ruiken, man. Mijn hand ruikt een kip. Kippenpiemel. En waar goed doen? Mensen, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, dit is Peter, dit is Jart. Andersom. Hallo, grap. Het is weer zover. Mensen, ik heb deze twee jongens bij me geroepen. Niet zomaar, maar met een reden. Ja! Het is jullie ongetwijfeld opgevallen dat ik steeds beter bevriend word met deze jongen. En deze jongen steeds meer een huisvader wordt. Dus ja, daar moeten we even op inhaken natuurlijk. Peter heeft ook al 4 kinderen, 2 honden en een precies. En een precies. Nee, het leek mij leuk om vandaag de ultieme... Laten we het ook open. Oké. Dit is waarom ik geen video's maak met Peter op dit kanaal. Hij praat gewoon altijd door me heen. The fuck, yo! Hey, yo! Wat is er aan de hand dan? Nee, het leek mij mooi om de ultieme test te doen, namelijk wie van jullie kent me nou het beste? Wat waren de vragen? Jart hebt gewonnen! Zag ook mooi uit, dat zie je. Nee, maar wat zijn je vragen dan? Ja, die heb ik. Wat zijn je vragen dan? Ja, gewoon vragen over moi. Ik wil dat jullie je telefoonje even pakken, daar kunnen jullie het antwoord op schrijven. Want anders gaan jullie van elkaar stelen en ik heb geen gekke hippe krijtbordjes gereden. De winnaar wint een paprika. Ja! Ja! Oké, boys, zijn jullie er klaar voor? Wie kent Kelvin het beste? Oké, de vraag nummer 1. Wat is mijn tweede naam? Kelvin Augustinus Boerma. Kelvin Miatori Boerma. Kelvin Pislikker Boerma. Ja, hebben jullie lang genoeg over nagedacht om goed antwoord op te schrijven? Ja. Oké, laat me weten. Je hebt er geen bedrag. Ja, inderdaad, heb je niet. Vraag nummer 2. Oké, deze was makkelijk, weet je. Ik dacht, ik begin gewoon op een makkelijke manier. Ze kunnen jullie eventjes jullie zweetdruppels verzwijgen, maar toch wordt het eventjes spannend nu. In welke straat ben ik opgegroeid? Ja, dit is spannend, mijn jongen. Welke straat? Jullie zijn er allebei eens een keer geweest. Peter denk ik iets vaker. Het is wel moeilijk, want ik weet het niet waar je echt opgegroeid bent. Nou, gewoon op de boerderij. Waar anders? Hoi, word je toch even te misleiden, joh. Fuck, joh. Nou, hey. Laat me weten. Laat me zien. Ieder weer is de weg, man. Geen idee, wat de fuck? Waarom vraag je dat nou normaal, joh? Ja, Peter heeft een punt. Bing, 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 bing. Nee, wacht even. Wat is dat dan? Hij heeft toch gezegd. Ieder weer is de weg. 1. Ook het nummer gewoon. Ja! 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 Yeah. Ja, eruit. Yeah. Vraag nummer 3. Wat vind ik zelf mijn slechtste eigenschap? Ah, yeah. We gaan even. Oké, ik ben het woord kwijt. Okay, ik heb mij iets opgeschreven wat ik vind van mezelf. Maar misschien dat jullie wel een beter antwoord hebben. Dus ik laat het een beetje in het midden, maar ik ga wel een winnaar kiezen. Wij zitten volgens mij alle drie op het level waarop we dit gewoon tegen elkaar kunnen zeggen. Ja. Ik zeg, ik ben het woord kwijt, maar je zei iets te zakelijk. Dus niet emotioneel genoeg. Ik weet, er is een woord voor. Zou ik bedoel? Dat woord? Ja. Tweede plek zit kleine piemel. Ik had slechte luisteraar. Maar zat het goede antwoord erbij. Ja, ik had opgeschreven. Soms iets te heartless. Ja, dan had ik het toch goed. Maar dat vind ik ook een slechte eigenschap van mezelf. Maar als ik zou moeten kiezen, dan zou ik liever die ene veranderen. Ik heb gewoon 2-1, bitch. 2-0 toch, of niet? Nee, 2-1. 3-1. Dat was de derde vraag. Hoe kan je dan 3-1 zijn? Ja, jij hebt toch een punt. Ik wil best 3-0 van maken als je dat leuk vindt. Oké! It's time, people. For question number 4. Wat is mijn geboortedatum? What the fuck? Hij is al 20 jaar hetzelfde. Ik weet die van Peter, ik weet die van jou niet eens. Ik weet die van jou voor mij ook niet. Oh, maar dat is dan alleen maar fijn. Of wel? Nou, dit is de mooiste bonsai boom ooit. Ja, ik ging voor 19 mei 1996. Ja, dat is hem. Ja! Very good! Bovenview, very nice, give me the ball, flag! 4-2 dan. Ja. 4-2 klinkt wel minder achterstand dan 3-1. Ja, grappig is dat. Yeah. Oké, op welke leeftijd ben ik ontmaagd? Ja, ik heb al seks gehad. Klaar, ik weet hem al! Ik heb lekker seks gehad en jullie lekker niet. Jullie hebben niet seks gehad, ik wel, vet lekker altijd. Ja, ik heb jou ontmaagd, dus ik weet gewoon precies de... Dat is niet waar. Oh ja, dat klopt. Nee, sarcastische kijkertjes van de Kelvin. Even niet denken dat ik nou heb. Oké, zeg het maar, allebei tegelijkertijd. 3, 2, 1. 15. Ja. Kie! 5-3. Hoe heette mijn middelbare school? Oeh, die vind ik moeilijk. Die vind ik echt moeilijk. In naam maar meteen aan denken. Alleen ik twijfel aan. Ik heb het in mijn kop. Meergranenbiscuit. Maar zo heette die vast niet, denk ik. Meergranenbiscuit? Ja. Hoezo? Hoezo? Nee, maar oprecht. Het is geen grap. Het komt in mop. Iets met meer. Oh, dankjewel. Middelbare school, hè? Nou, hoezo? Jij hebt bij mij maar op school gezeten, grap. Wat zei je nou? Nee, ik ga de vraag niet herhalen. Jij zit in basisschool. Wat zei? Ik weet geen idee wat ik zei. Ik weet niet wat hij zei. Oké, we klaar. Oké, zeg maar. Ik heb een FIFA college gezet. Ja, ik had ook FIFA college gezet. Ja, dat is ook FIFA college. Oké, okay, ik dacht. Nee, ik zei middelbare. Ja, ook voor middelbare school. Ik zei middelbare school. Het is 6-4. Poep, kiek, kiek. Poep, zei dat nou? Poep, kiek, poep. Je zei poep. Poep, ik poep, poep, poep. Het was net ook een paar was. Poep, yeah. Oké, okay, mensen, blijf even gefocust. Wat deed ik vroeger heel veel, wat ik nu bijna nooit meer doe? Hi, Peter! Wow, zo loopt niet zo te schreeuwen in mijn huis. Zijn er meer over de goed? Nee, maar één goed.
Shit, man. Shit. Ga erop uit. Shit. 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 Nou, ik zou ook even een gedachte hebben uitspreken voor zo, de... Zo kan je jacht op het verkeerde been. Goeie been. Kijk, dat is skateboarden, maar dat doe je nog steeds op je paddingboard. What are you on about then? Dan kun je zeggen in de kinderwagen zitten. Vandaag misschien voetballen. Masturberen. Ik denk dat het constant is gebleven. Alleen maar meer. Wat is iets wat je vroeger deed? Ja, je denkt wel heel. Jart is het meteen. Nou, ik heb voetballen. Ik heb huilen. Ja, het is huilen. Oh ja, helemaal waar ook. Ja, ik dacht, goeie Jart. Ah, dat is goed. Oh, ik begin in te lopen. Ja, je loopt. 7-6. Ja! Ik heb er niet over nagedacht dat hij jankt. Ja! Hij jankt ze echt, joh. Ja, ik jankt als een kleine bitch. Een kleine bitch aan een grote bitch. Een middelmatige bitch. Yo, wat was dat? Wat zijn mijn twee favoriete muziekstijlen? En ik heb twee gedaan omdat ik eigenlijk niet één heb. Ja, dat vind ik moeilijk. Want ik zou eigenlijk drie zeggen. Dus wanneer beslis jij wat voor vragen ik stel? Ik bedoel, ik heb mijn leven best wel onder controle. Nou, nee, ik heb het al opgeschreven, hoor. Oké, ik ook. Zeg maar. Hip-hop en R&B. Ik heb R&B en jazz. Het is allebei fout. Ik had zelf hip-hop en jazz. Ja, maar ik dacht R&B en hip-hop hetzelfde waren. Maar nee. Ik ben echt super noobd. Ja, nul punten voor allebei. Ik ken Kelvin minder goed, dus ik wil eigenlijk wel als nog een punt. Ja, maar R&B en hip-hop, ik dacht van dat is hetzelfde. Ik wil nee. Even kort en makkelijk vraag. Hoe heet mijn moeder? Jan. Nee. Super. Ik weet het niet. Je bent toch Jan? Nee, Jan is je pa. Ja. Janneke. Nee, niet wel Janneke. Ja, maar, nou heb ik het gezegd. Nou weet Jan het ook. Ik ben Janneke. Ik weet het gewoon echt niet. Oh, jij wist het echt. Nou, dan heb ik het goed, Janneke. Goed gedaan, Pieter. Lekker bezig, Mongol. Mongol? Hoeveel ex-vriendinnen heb ik? In welke mate is het een ex-vriendin, zeg maar? Gewoon zeg maar, geen onderscheid tussen. Oh, toen was het nep, toen was het echt. Gewoon full on. Ja, gewoon zeg maar de eerste keer dat ik het in mijn MSN aan kan staan. Oké. Okay. Hey, ex-vriendinnetjes, als jullie kijken, fuck you. Ex-vriendinnetjes, dus Nina telt niet. Nina telt niet. Oké, ja, ik heb het. Ik ben gaan voor 2. Ik ben gaan voor 3. Wow, fuck jullie allebei. Dat 4 rekenen. 5. 5? Ja jong, ik had die bitches alsof we het ontbijt gedaan hadden. Alsof het water was. Het waren Sorel, Marije, Silla, Kimberly en Annelies. Oh ja, Annelies ook nog. Ja, what the fuck joh, jij wel Annelies. What the fuck joh. Hey Annelies, dus kijk joh. Ik zag dat je stikt in Tom. Het ziet er al lang uit. Ja, dat bedoel ik. Oké, okay, we gaan door. Hoeveel abonnees heeft de Kelvlog op dit moment? Gewoon wie er dichtstbij zit heeft gewonnen. Heeft gewonnen. Heeft de hele game gewonnen? Nee, heeft de vraag goed. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb geen idee. Oh, jullie mogen. Oh, ik heb zin in ingekikt. Spijn. Oké. Mag ik? Ja. 320.000. 349.200. 352.000. Ja, ik wist het gewoon echt. De podcast 255 had en ik wist dat jij meer had. Maar nu heb je één. Nu zijn we nog maar met 1 punt voor. Hij geeft in zijn nek. Oh! Joh. Prek! Peter laat zeggen die met zich zollen. Boei! Boei! Boep! Boep! Ik zei boom! Nee, nee, ik zei boom! Oké, wat was op school mijn beste vak? Yo, ik weet deze! Anders ga ik even kijken naar de antwoorden, want je laat ze heel duidelijk zien. Ik heb er geen antwoorden bij staan. Oké! Mogol! Nou, dat weet ik dat mooi is! Ik heb gezegd geschiedenis. Ik heb gezegd wiskunde. Het is wiskunde. Hey! Het staat gelijk! Hey, en ik heb gewoon. Hey, zij hebben bij elkaar op school gezeten. Ik heb gewoon dude, de klas laag. En jij moet ook even je bek houden nu. Het staat wel gelijk. Ja, wel een soort van geval. Wel een beetje tint in. Beetje... Als je hem eventjes wil slaan, dan mag. Heel eventjes. Hey! Weg! Ging je gekke, gierig man. Gierig. Hey! Hey, ik ook joh! Ging je weg, grap. Nee, maar geschiedenis vond ik fucking leuk, maar ik was er zo slecht in. Waar ben ik jarenlang verslaafd aan geweest en ben ik recentelijk mee gestopt? Oh, weet ik. Koffie. Zware checker, oké. Okay. Nee. Recentelijk. Hoe recentelijk? Ja, gewoon zeg maar in de afgelopen weken. Oh. Wat denk jij dan? Nee, weet je, dan begin je te twijfelen. 2 weken. Ja, maar maanden kunnen ook weken zijn. Oké. Okay. 8 weken okay. Zijn 2 maanden. Oké. Zeg maar. Nagelbijten. Koffie. Nagelbijten. Ja, ik had ook nagelbijten staan, maar toen dacht ik van, daar ben je al veel eerder mee gestopt. Ja, maar afgelopen weken, gewoon voor een paar weken, gewoon 6 weken of zo. Nee, heel langer toch? Best wel. Dude, daarom zei je ook, voor mij was maanden. Ja, ja dan kan, maar dan kan ook weken. Ja, nu, dat was een beetje. Ja, maar laat ik zo zeggen, ik ben nog steeds, denk ik, vet voor koffie. Ja, maar ik zag het niet meer, ik had nagelbijten, kijk, ik had het staan, toen zei je weken, dacht ja, dan moet iets zijn koffie, dan heb ik niet meer gezien. Maar dus wat doe je dan nou? Peter, wat doe je? Wat doe je? Ik had toch goed. Ja, weet je? Ik zei koffie om jou op de verkeerde been te zetten en je was niet eens verkeerde been, je had maar geen been meer. Recentelijk, want het naast is echt wel een paar maanden. Maar maar recentelijk in een leven van 20 jaar. Ja, maar eerst was je toch met me eens en nu in één keer als je binnen de punt hebt, dan ga je jezelf verdedigen. Nee, maar... Wacht daar! Nee, mannetje. Ja, je mag een puntje hebben hoor. Oké, jij mag een puntje hebben. Oh, ik heb geen punt nodig om 2 toen ik heb gekend, weet je wel. Ik vind het gewoon spannend. Ik vind het heel spannend. Ik vind het ook spannend. Oké, wat deed ik als viering van het behalen van 50 abonnees op de Kelvlog. Die wist ik. Dat heb je de laatste keer verteld. Wat ben jij voor Mattie? Maar ik weet het gewoon niet. Wat ben jij voor Mattie? Ik weet het. En jij was fan. Wow.
Nou, ik weet het, Matthijs. Hé, hé. Pop! Ik weet het. Jij bent twijfel dat het echt zelfverzekerd dat je het. Doe dan. Ik heb. Gewoon. Nee, ik heb nog nooit zo gezien. Doe dat. Ik heb een knokkelbaken. Wat? Dat was echt. Oké, ik weet niet zeker, maar ik heb 50 rollies maken. Oh ja. Volgens mij klopt die. Yeah. En niks informatie verkeerd geschaft, hè? Wat zeg je nou, Steven? Wat zeg jij nou, joh? Hey. Informatie verkeerd geschaft? Laten we mijn eigen taal ontwikkelen, joh. Oké. Het is tijd voor de laatste vraag. Het is echt sick spannend. Deze gaat naar de winnaar. Een vers. Hij is wel open geschaft. Niet zeggen. Oh, hij is helemaal dicht. Oké, de laatste vraag is multi-interpretaal. Zodat het nooit gelijk spel kan worden. Welk moment met mij zal je nooit vergeten? Wie het mooiste moment afschuift, die is de winnaar. Lastig, ik heb nog nooit een leuk moment met jou. Yo, ja, ik heb gewonnen, alsjeblieft. Was een grap. Was een fatoe. Was een fatoe poep. Wij zijn gewoon verwend met zoveel momenten. Ik vind dit moment even het mooiste. Mag het ook wel een langere periode zijn? Ja. Jij kijkt echt alsof je gewoon diep moet graven om überhaupt één moment te vinden. Nee, ik ben gewoon aan iets aan het denken wat dat van Peter kan overtreffen, want dat lukt nooit. Ja, je moet het wel een soort van opschrijven. Oh. Ja, gewoon een paar kernwoorden, zodat je niet achteraf kan zeggen. Okay, ik heb dit. Ik vind mezelf ook wel spannend. Ik ben benieuwd hoe jullie meekomen. Vergeet trouwens even niet te abonneren op de Kelvog, dat kan zeker. Dat is super leuk. Daar ben ik altijd aan lekker paprika eten. Ja, ik heb hem, maar dan, ja... Zeg maar, je weet hoe ik ben, hè? Ik zoek een geluk, gewoon een klein dingetje, zoals geurkaars of zo. Oké, zijn jullie er klaar voor, boys? Ja, mag eens even. Oké, ik heb lang nagedacht, ik vond het moeilijk om te kiezen, maar ik ben gegaan voor iets recentelijk. Toen we onderweg waren richting Praag en we geen idee hadden waar we gingen slapen, dat we toen de hotelkamer gefixt, op het moment dat we in de hotelkamer kwamen, dat ze was van, holy... Fuck, dit vond ik heel mooi. Ja, vond ik ook mooi. Vond je van Peter sowieso op? Nee, dat is niet waar. Ik heb best wel gek, want ik heb veel dingen vind ik mooi. Ja, oké. Okay. Vaak is het zo, als je een vriendschap hebt, dan zie je elkaar de hele tijd niet en heb je één ding dat je meemaakt. Wow, weet je, Canada. We hebben z'n tweetjes, tijd samen gespendeerd. Ah, dat was mooi. Mooi, hoor. Wel is echt fantastisch. Weet je, ja. Ongoing. Dus het enige wat ik zeg maar wat anders zette dan bij de rest, wat voor mij de betekenis was voor onze vriendschap, was denk ik, hoe stond ik met die Walibi hardgaan ding. Toen een beetje naar elkaar moest komen voor die wedstrijd, dat was ik denk de meest oprechte knuffel die ik ooit iemand heb gegeven. Dat ik blij was om iemand te zien. Dus dat was echt een heel stom dingetje. Maar ik denk, dan kon je zien, ook al verwatert een beetje de vriendschap van ja, weet je, we zijn vrienden. Dat was echt het moment van jou, we're there man, we're back, you know. Sorry. Oké, ik ga even over beide antwoorden nadenken. Deze paprika is voorbestemd aan mijn beste vriend. Wat erg is dat? De beste vriend zit in deze kamer. Hij is voor! Peter, alsjeblieft! Eet erop, geniet ervan! Jark, aangezien jij ook... Kijk, moet je me voorstellen, Jark? Nee, jij hebt de voorsprong van Mattie zijn, eigenlijk. Omdat, kijk, jij bent in zo'n korte periode Mattie geworden. Ik vind het nog een samenhapje met mij. Ik ga gewoon niet. Oké. Ik dank je zeer. Ja, nee, was een mooie. Ik vond het een leuke wedstrijd. Peter wordt als geprezen door God. Zie je dat? Wow. Peter morgen dood is, dan vind ik het ineens heel eng. He chose me. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer op mijn kanaal. Het wordt helemaal leuk. Dankjewel dat jullie er weer waren. En ik vind jullie allebei even lief. Oké, daa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 
Met andere woorden, het leek mij dus leuk om vandaag aan jullie te laten zien hoe mijn shoegame is en hoe het tot stand is gekomen over de jaren heen. Want ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet zo heel veel mee bezig, maar blijkbaar heb ik wel fucking veel schoenen. Heb jij veel patas? Nee, ik heb niet zo heel veel patas. Ik heb maar een stuk of vier patas. Nee, we hebben dan vier schoenen.